Hoi, van harte welkom. Super leuk dat je kijkt naar vlog nummer 99. Jawel, we zitten één vlog verwijderd van 100 vlogs. De volgende aflevering wordt dus extra feestelijk, maar vandaag gewoon vlog 99. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl, de website waar je online breilessen vindt voor beginners, waar je lid kan worden van de online breicampus, om je breiskills een enorme boost te geven en lekker uit te breiden, zonder dat je alles alleen uit hoeft te zoeken. Want ik help je uiteraard heel erg graag in je breiavontuur. En dat wordt in mijn ogen het allerleukst als je niet alles helemaal in je eentje uit hoeft te zoeken, maar gewoon lekker je hulp in kan schakelen als dat nodig is. Ik neem je daar echt mee aan de hand van stap-voor-stap tutorials. Je leert als vanzelf Engelstalige breipatronen lezen. En mocht je toch vragen hebben, dan kun je die op elk moment stellen in het online breicafé. En ik ben daar ook elke maand live om al je vragen te beantwoorden. Overigens staat de website ook vol met allerlei blogs, tips, tutorials, breien kennis uit video's. Dus als je iets meer van breien wil weten, neem daar zeker even een kijkje. Ik ga lekker beginnen. In deze vlog ga ik je vertellen wat ik aan het breien ben uiteraard. Ik had een sokkenbreiavontuur vorige keer, daar ga ik wat meer over vertellen. In deze vlog ga ik ook alles vertellen over de sokkengekte knitalong die binnenkort gaat starten. En ik sluit af met nog wat vragen van jullie, van de kijker. Leuk dat je kijkt! Druk weekend gehad in die zin dat ik mijn atelier helemaal leeg ben gaan ruimen. Ik heb in de kerstvlogs, denk ik, van afgelopen december, heb ik al verteld dat ik mijn atelier ga verlaten. En de eerste video, de eerste vlog die ik in januari heb geplaatst, daarin heb ik ook toegelicht waarom ik mijn atelier ga verlaten. En eigenlijk, kortst gezegd, sinds de webshop gesloten is, had ik die gigantische ruimte gewoon niet meer nodig om mijn werk uit te voeren. En ben ik lekker terug naar huis verhuisd. Nou had ik gelukkig alle grote spullen, alle kasten en dergelijke, had ik al maanden geleden verkocht en weggedaan. Dus het waren vooral ja, de wolspulletjes, de kleine frutseltjes, de van alles wat er nog op te ruimen viel, boeken uitgezocht enzovoort. En dat geeft echt heel veel rust dat dat uitgezocht is. En ik zal even wat beelden laten zien van hoe ik er nu in dit kamertje bij zit. Het is klein maar fijn. Kijk, alle dozen voor de beginnerslessen. Ik zet altijd vast wat pakketten klaar. Zodat als mensen de beginnerslessen boeken met materiaal, dat ik gelijk het betreffende pakket op kan sturen. Dat ik dat gewoon klaar heb staan. Zodat je niet al te lang hoeft te wachten voordat je kan gaan beginnen met breien. Nou, zoals je zag, mijn kast, er ligt echt niet veel wol meer in. Ik heb echt geminimaliseerd en dat voelt heel goed. Ik vind het op dit moment heel erg fijn om geen hele grote voorraad te hebben, maar gewoon elke keer als ik aan een nieuw project wil starten, gericht op zoek te gaan naar wol en toch nog wel wat inspiratie in de kast te hebben liggen. Zo van, oh ja, wil ik nou met zo'n garen aan de slag of met zo'n garen? Dat is super fijn. Dus het is eigenlijk heel lekker dat ik alles zo compact bij elkaar heb in dit kamertje. De sleutel is nog niet ingeleverd, dat ga ik zo net een dag voor Pasen doen. Er worden nog wat laatste spulletjes opgehaald via Marktplaats. Er staan nog wat dingen die naar de weggeefwinkel gaan. En dan ga ik dat hoofdstuk echt sluiten. En dat voelt voor nu, het voelde ook een tijdje heel erg raar. Bij het opruimen kom je ook allemaal dingetjes tegen. Ik weet nog dat in het begin ging Aagje heel veel mee. Toen ik het pand net had, was er een maand later ook weer een lockdown wegens corona. Dus ik heb daar ook heel veel met de kinderen gezeten om thuisonderwijs te doen. Dat soort dingen, dat komt dan wel maar even voorbij. Maar het was eigenlijk lekker dat ik 3 maanden de tijd had om alles in te pakken en op te ruimen. Zodat je het emotioneel stapsgewijs kon verwerken. En nu ben ik echt helemaal klaar voor. Ik ben echt heel erg blij met dit kamertje. En beneden hebben wij ook een boekenkamer. En daar wil ik
ook wat over zeggen. Ik vond het zo ontzettend leuk. Ik heb zoveel reacties gekregen naar aanleiding van de vorige vlog. Dat ik toch weer de boeken die ik lees besprak. Dat ik gewoon voelde dat ik daar echt heel erg graag iets meer mee wilde doen. Ik vond ook echt dat de vorige vlog veel te lang werd. En ik weet, ik krijg gelukkig hele lieve berichten van mensen die zeggen, oh, dat vind ik niet erg, een uur. En dan zet ik hem een paar keer op pauze of ik kijk in delen. Maar ik merkte gewoon met het uploaden, het bewerken enzovoorts, daar gaat dan veel te veel tijd in zitten. En die tijd wil ik dan liever besteden aan meer wat kortere video's maken. Dan dat ik elke keer, ja, vooral het uploaden en zo duurt gewoon allemaal zo ontzettend lang. En ik heb dus al, ik denk al zeker 8 jaar geleden, had ik al een apart kanaal aangemaakt voor de boeken. En had ik ook een apart Instagram account. En toen ik zoveel leuke reacties kreeg op het feit dat ik weer boeken aan het bespreken was, dacht ik, ja, ik wil daar gewoon apart iets mee gaan doen. Ik merk ook dat ik gewoon zoveel liefde ook heb voor het lezen en het delen van de boeken die ik lees, dat ik een apart kanaal begonnen ben. Het heet Mirjam Molenbeek Leest. Uiteraard plaats ik het linkje even hieronder. Maar vanaf nu, daar kun je me volgen. Mirjam Molenbeek Leest, zowel op Instagram als YouTube, als je al mijn boekentips wil blijven krijgen en ontvangen. Dus ja, jullie hebben me geïnspireerd om mijn andere YouTube kanaal voor het eerst leven in te gaan blazen. De eerste video staat er ook al online. Dus dat. Ik ga heel even mijn boekje erbij pakken, want anders dan ga ik natuurlijk in de introductie over allemaal dingen vergeten en doen. Oh ja, dat vergat ik vorige keer ook helemaal. Ik merkte in de video dat ik iets vertelde over mijn Magic Yarn Ball voor mijn Granny Stripe deken, waar ik zo af en toe tussentijds aan haak. Ik was de vorige keer helemaal gemotiveerd. Het was natuurlijk eerst, even kijken hoor, ik zit vast. Nou, ik niet, maar mijn bol. Het werd lekker weer, dus ik ging steeds vaker even als pauze op het dakterras zitten. En toen dacht ik, oh, ik ga dat Granny Stripe deken er weer bij pakken. Want ik heb zin om dan elke keer gewoon even een keertje heen en weer te haken. Omdat ik ook gewoon merk dat soms haken toch even, dat is geen werk. Ik heb het allerleukste werk van de wereld. Dus breien is ook echt heerlijk en doe ik het liefst zoveel mogelijk. Maar soms heb ik gewoon even zo'n bui dat ik denk, oh ja, ik moet even wat anders doen met mijn handen. Nou is dat lekkere weer is wel enigszins weer verdwenen. Dus op het dakterras zitten is er niet meer van gekomen. Maar ik vertelde vorige keer dus dat ik zo meteen nog ging laten zien dat ik een Magic Yarn Ball had gemaakt. En dat liet ik niet zien. Dit zijn dus allemaal restjes sokkenwol die ik aan elkaar geknoopt heb met een Magic Knot. Ik heb daar een video van staan in de online breicampus. Dus als je lid bent en je kijkt onder de algemene video's, dan zie je hoe ik zo'n Magic Yarn Ball maak. Allemaal restjes sokkenwol dus aan elkaar geknoopt, zodat ik lekker weer in één keer door kan gaan haken. Ik heb er dus nog niks mee gedaan, maar de man staat hier naast me helemaal uitgezocht met weer de heerlijkste kleurtjes. Dus laten we hopen dat het gauw weer dakterras weer is en dan ga ik met deze aan de slag. Wilde ik dan nog iets in de introductie zeggen? Nee, ik ga verder met wat ben ik aan het breien. In de vorige vlog vertelde ik over mijn toe-up sokken en de Hollandse hiel en hielflap. Ik had, of ik heb in de online breicampus, staat er een tutorial voor sokken van teen naar been. Die doe ik met Judy's Magic Cast om. Dan laat ik aan de hand van een patroon laat ik zien hoe je dus tot de hiel komt, hoe je de German Short Row hiel breidt en hoe je naar boven gaat en kan afkanten. Nou vind ik het leuk om ook andere suggesties te geven. Dus ik heb één, als je lid bent van de campus, dan kun je of op het plaatje klikken, ik wil alles over sokken van been naar teen, of van teen naar been. Van been naar teen, die heb ik als allereerste opgenomen, want dat is wel mijn favoriet. En van been naar teen, daarin zie je vaak dat er een Hollandse hiel, een hielflap en gusset in zit. Dus een hielflap en dan steken opnemen en verder breien. Nou kun je ook bij een top-down sok net zo
makkelijk als bij een touw-upzoek. Een German short row heel breien. Dus ik heb dingen in die campus ook apart staan. Dus dan kan je zeggen, nou, ik ben nu een top-down sok aan het breien. Maar ik wil helemaal niet die heel flap en gusset erin. Ik ga voor de German short row. Dus je kunt een beetje je eigen recept ervan maken. Ik had dus voor de toe-up sokken, omdat ik zelf gewoon groot fan ben van heel flap en gusset. Omdat die vooral mijn oudste dochter en mijn man hebben een redelijk hoge wreef. Als ik hem een sok met German short row aantrek, dan zit dat te strak om de bovenvoet heen. Ik vind overigens zelf, bij mij zitten ook de heel flap en gusset zit het fijnst. Ik zeg een Hollandse heel, maar het is volgens mij officieel met recht averecht afhalen, is het een Franse heel, in elk geval een heel flap. Die vind ik zelf fijn zitten. Dus ik wilde graag, want ik snap dat je heel veel voordelen ziet in het breien van een toe-up sok. Dus ik wilde daar graag een heel flap en gusset aan toevoegen. En daarvoor had ik het patroon Biscotti's Basic Toe-Up Socks. Vorige keer heb ik al verteld dat bleek in de loop van de tijd dat ik wat feedback kreeg van mensen. Dat hij dus voor, zoals ik hem op heb genomen, de 60 steken, zoals het ook uitgeschreven staat in het patroon, klopt het. En onderin dat patroon staat allemaal uitleg over hoe je het dan per maat kan aanpassen. En ik kreeg dus al van mensen terug van, nou, ik heb het nu met 56 steken of 64 geprobeerd en dan kom ik er niet uit. Nou, vorige vlog verteld, ik heb van alles uitgeprobeerd, maar ook ik kwam er niet uit. Op zich geen probleem, want je kan best een beetje smokkelen. Weet je, als je aan één kant 3 steken overhoudt en aan de andere 1, dan doe je nog een keer een steek extra samen breien. En dan krijg je heus geen scheve hiel. Maar ik wil natuurlijk dat de campusinformatie wel gewoon goed is. En dat er patronen in staan die je ook voor andere maten kan gebruiken. Nou, ik heb ontzettend veel tips van jullie gekregen. Echt heel erg lief. Ik heb mailtjes gekregen, feedback onder de video's, van alles. En waar ik eigenlijk achter kwam, is dat alle breipatronen verder die mij aangeraden werden, waar zo'n heel flap en gusset in zitten, daar moest je toch iets doen met short rows. Meestal met een wrap en turn. Dus toen had ik eerst zoiets van, ja, maar ja, weet je, het voordeel van deze sokken was nou juist, je hoeft en geen steken op te nemen en niks met short rows te doen. Dus voor iemand die net leert breien en dat misschien allemaal spannend vindt, is dat dan niet handig? Maar ja, toen dacht ik, als je breien spannend vindt, moet je dingen proberen en met de campus video's kom je daar gewoon sowieso uit. En zo niet, dan is er altijd nog het breicafé, maar je komt er met die video's natuurlijk prima uit. Dus toen ben ik toch die gaan proberen en ik heb uiteindelijk één patroon gevonden waar ik echt, echt heel erg tevreden mee ben. Manon, dank je wel voor je tip onder de vorige video. Jij tipte mij de sokbasis van Janneke Maat. En voor iedereen is gratis verkrijgbaar op Ravelry. Alle projecten waar ik over praat, alle patronen die ik noem, onder mijn video staat een linkje naar mijn Ravelry pagina. Daar vind je alles. Ik heb daar ook al een project aan gemaakt voor deze sok. Ik heb er nog nu, als ik dit opneem, nog geen foto bij staan. Maar je ziet in elk geval wel dat ik daar een project voor aan heb gemaakt. En dan link ik dus door naar het patroon van Janneke Maat. Ik heb daar ook allemaal notities bij gezet wat ik eventueel anders heb gedaan. Maar dat patroon kun je daar dus vinden. En dit patroon, de sokbasis, het is een Nederlandstalig patroon. Het begint bij de teen. Nou ja, goed, je kunt altijd zelf kiezen hoe je met de teen begint. Maar er zit een ontzettend duidelijk schema in. Echt heel erg duidelijk. Over tot waar je moet breien in die maat, of hoeveel steken je op moet zetten, of tot hoever je moet meerderen. En dan staat dus heel erg duidelijk die heel flap en gusset voor alle maten. Kun je zelf gewoon vanuit dat schema eventjes invullen. En dat werkt echt perfect. Eén dingetje waar ik tegenaan liep, was dat er dus een klein stukje wrap and turn in zit. Die wrap and turn die staat al in de toe-up sokken, want bij de German short row doe ik ook de wrap and turn voor. Dus je kunt dit patroon prima volgen als je de sokken uit de campus hebt leren breien. Ik adviseer wel altijd, weet je, doe de sokken van been naar teen. Doe gewoon één keer sowieso de standaard sok die ik voordoe en van teen naar been ook. Start gewoon even met die standaard sok met German short row en ga daarna, als je dat wil,
Hoeft niet. Jouw sok gewoon goed is, ga je lekker die sokken breien. Maar als je dat wil, dan kun je dus met die andere patronen en hielen gaan experimenteren. Ja, één dingetje had ik dus bij de wrap and turn. Het wordt in het patroon uitgelegd dat je eerst je draad naar voor of naar achter haalt. Dan de steek overneemt, dan terugzet. Maar dan kwamen, als je nog nooit een wrap and turn hebt gedaan, denk je nu waar heeft ze het over? Maar dan sla je dit maar even over. Maar als je dus later de wrap and turn moet samenbreien met de steek op je naald, zodat je geen gaatjes krijgt, moet je altijd het beentje optillen en die dan samen breien. Zoals het in het patroon uitgelegd staat, komt dat beentje aan de verkeerde kant. Dus daar raakte ik een beetje van in de war. Dus ik heb uiteindelijk gewoon de wrap and turn gedaan, zoals ik die in de campus voordoe en zoals die volgens mij gaat. Dat je eerst de steek overzet, dan de draad naar voor of naar achter haalt en dan je draad terug. Maar dat is het enige en die opmerking heb ik ook eventjes bij mijn project gezet. Perfect patroon dus, sokbasis van Janneke Maat. Ze heeft ook allerlei andere hele leuke sokpatronen, ook gratis sokpatronen. Het harte diefje had ik al een keer op mijn lijstje staan. En ik kom daar zo nog even op terug als ik over de sokkengekte knit-along ga beginnen. Ontzettend veel dank dus voor alle tips. En dat betekent ook dat die toe-up sok die ik aan het breien was, dat die niet van mijn naalden is gegaan. Maar dat ik dus gewoon verder ben gegaan met die heel flap en naar boven. En mijn dochter heeft hem al even aangepast. Hij past perfect. Ik heb niet genoeg garen, want ik heb het garen van Atelier Sopra gebruikt. Waarvan ik ook de vingerloze handschoenen had gebreid. Dus kan je nagaan, hè, dat ik daar gewoon een paar vingerloze handschoenen uit heb gehaald. En nu eigenlijk een paar sokken in maat 39 van ga breien. Van één streng sokkenwol van 425 meter. Ik heb er dus voor gekozen om... Ik heb het bolletje uiteraard gewogen op een keukenweegschaal. En ik hou even in de gaten tot waar ik kan breien. Voordat de helft op is. Zodat ik zeker weet dat ik nog genoeg heb voor de tweede. En ik heb een strengetje uitgekozen. Het strengetje turquoise. En dat zat in het adventpakket afgelopen jaar van Winnie's Wol. En die ga ik dus gebruiken voor de boord. Ik had wel eventjes zin om een beetje flink wat kleur of flink wat contrast erin te breien. En mijn dochter vond dat ook een heel goed idee. Dus die komt erin. Dus ik ben wel lekker verder gegaan met de sokken. Mijn tweede breiproject waar ik aan bezig ben, dat wil zeggen actief aan bezig ben, dat is de streepjestrui waar ik vorige keer ook al iets meer over verteld heb. Het basispatroon is van Andrea Mowry en is eigenlijk een faded trui. Ook dit, ook hiervoor op mijn Revelry projectpagina vind je weer alle info over de garens die ik gebruikt heb en het patroon. Ja, ik word hier echt heel erg blij van. Ik ben bijna zover. Ik geloof dat ik nog één keer, ik brei dus elke streep 10 rondes, dat ik nog één keer een streep mag breien en dan ga ik aan de boord beginnen. En de boord ging ik doen met groen. Volgens mij heb ik hem vorige keer ook laten zien. Ik weet niet of ik hem nou hier in mijn trossie heb zitten. Jawel. Dus deze die komt uiteindelijk hieronder en ook de boord bij de hals en uiteindelijk voor de mouwen. Ik vertelde vorige keer al even, het patroon begint doorheen en weer te breien en later de steken op te nemen. En toen dacht ik eigenlijk dat het wisselen van de kleur en van de banen, dat aan de voorkant zou blijven zitten. Je ziet hem hier een beetje lopen. Met blokken wordt dat nog netter. En ik moet de draadjes nog even aantrekken aan de binnenkant. Maar hij blijft niet daar lopen. Want ik had al bedacht van nou, dan ga ik op een gegeven moment als hij in het rond gaat, dan ga ik hem verplaatsen naar onder de arm. Maar dat gebeurt dus vanzelf al in het patroon. Dus dat betekent dat het punt waar je gaat wisselen, dat hij dus echt, hier zit de ene arm en daar zitten de wisselingen onder. Ik weet niet of je de overgangen goed kan zien. Ik heb dus mijn, wat ik hier op YouTube en op mijn website ook, heb ik een video staan over streeploos strepen breien in het rond. Ik link hem even hierboven en die heb ik gebruikt. En nou, volgens mij zie je amper de overgang. En als je hem al een beetje ziet, dan zit hij dus onder de arm. Heel erg blij mee. Breidt lekker weg. Het garen breidt lekker.
een non-superwash, Kremke Edelweiss. Dus hij kan niet in de wasmachine, maar de meeste rolletjes was ik toch op de hand. Ja, helemaal blij van. Ik weet niet of ik daar nou nog heel veel meer over wilde zeggen dan dat ik er gewoon blij van word. En dat hij voor mijn jongste dochter Aagje wordt en dat hij er heel veel zin in heeft dat deze gauw afkomt. Ik zit echt even te denken. Nee, volgens mij was dat wel even wat ik er voor nu over wilde zeggen. Ja, dus heel blij mee. En daar ga ik lekker mee verder. Dus ik ben lekker aan het breien zo. Dat waren even de projecten waar ik actief nu aan bezig ben. Ik denk dat het leuk is om wat meer te gaan vertellen over de sokkengekte knittalong. De sokkengekte knittalong die is... Vorig jaar heeft die voor het eerst plaatsgevonden en die vindt plaats zowel in de online breicampus als via Instagram. Dus ook al ben je geen lid maar ben je geen lid van de online breicampus, dan kun je gewoon via Instagram meedoen. Wat is het idee? Van 10 april, woensdag 10 april, is onze zet hem op dag. Op 10 april verschijnt er ook een vlog. Dat is vlog 100. Dat wordt een hele mooie special. Ik mag daar ook wat dingen in weg gaan geven. En in die vlog zal ook duidelijk worden, ook voor de sokkengekte knittalong, zal ik wat dingetjes weg mogen geven. Met name van de samenwerkingspartners van de online breicampus. Dat zijn kleine bedrijven, veelal gerund door één persoon. Van die kleine ondernemers waar je altijd al je vragen lekker naartoe kan mailen. Die je helpen als je daar de winkel binnenstad en die we nooit zouden willen missen, want daar zit heel veel kennis bij deze mensen. De samenwerkingspartners, als je lid bent van de online breicampus, krijg je standaard 10% korting en zij zullen in de volgende vlog ook het een en ander weg gaan geven. Dus 10 april starten we met een vlog. Op Instagram zal je dan ook een post zien verschijnen van we gaan nu beginnen. En vanaf die dag ga je dus je sok opzetten. Nou, wat voor sok is het? En het idee is dan dus dat je die op woensdag 22 mei af hebt. Of in elk geval zo goed als af. Wat mag je gaan breien? Nou, eigenlijk wat jij wil. De sokkengekte call, het komt een beetje voort uit de sock madness die op dit moment nog plaatsvindt. Wellicht heb je daar iets van meegekregen. En dat is echt gekkenwerk. Dat is echt nieuw patroon, super moeilijk patroon. Moet geloof ik binnen 2 weken af zijn, ingestuurd, hop, volgend patroon, go, go, go. Super gaaf. Echt, ik vind dat heel leuk om te volgen. Er zijn wat mensen in de breicampus die daaraan meedoen en ons via het online breicafé op de hoogte houden van hun vorderingen. Ineke van Luna Sternit, die ook een YouTube kanaal heeft, die doet ook mee. Dus als je daar meer over wil weten, kijk dan zeker even naar haar vlogs. Maar op basis daarvan bedacht ik vorig jaar van jeetje, ja, dat is voor de beginnende sokkenbreier of voor de personen die niet zoveel tijd hebben om binnen 2 weken een sok af te hebben, is dat natuurlijk niet te doen. En toen dacht ik, oh, kan ik daar niet een draai aan geven? En toen dacht ik, de sokkengekte knittalong. En dan heb je gewoon 6 weken de tijd om je sok af te maken. En dat gaat dus om 1 paar sokken. Je mag het zo gek maken als je zelf wil. Vandaar de sokkengekte knittalong. En dat zal voor iedereen anders zijn. Misschien kijk je nu, wil je al 100 jaar sokken breien? Heb je al meerdere pogingen gedaan? En is het niet gelukt en heb je die droom toch laten varen? Dan is het misschien voor jou leuk om mee te doen en nu echt een keer door te gaan pakken. Een goede basis sok te pakken. Je kunt mijn Basic Magic Loop socks gebruiken. Dat patroon kun je ook loskopen via mijn website, via Revelry. Je kunt natuurlijk ook lid worden van de online breicampus en zeggen, nou, nu ga ik gewoon met de juiste hulp, ga ik starten en ga ik mijn eerste toe-up of top-down sokken breien. Zo kun je dus meedoen. Je eerste sok. Helemaal goed. Brei je nou al heel lang sokken, dan wil je misschien eens een keer, misschien brei je altijd top-down en heb je altijd al wel weer eens toe-up willen proberen. Misschien ga je eerste toe-up sokken breien. Misschien wil je al jaren de Fish Lips Kiss Heel een keer uitproberen. En ga jij het zo gek maken als jij wil door die Fish Lips Kiss Heel nu echt eens in jouw favoriete sokpatroon te breien.
Misschien heb je het boek 52 Weeks of Socks van Lane Magazine, deel 1 of deel 2. Ik link ze hieronder. En heb je daar patronen in gezien waarvan je al heel lang denkt, oh, die zou ik wel, die sok met die kabeltjes, dat lijkt me nou zo gaaf. Nou, in de online breicampus heb ik dan bijvoorbeeld ook nog het patroon staan van Ineke van Luna Ster Knit. Haar koffie- en kabelsocks, dat is met koffieboontjes en kabels. Dus misschien zeg je wel, nou die ga ik. Ik heb in de campus daar dus ook begeleidende video's bij zitten. Misschien wil je die heel graag een keer breien. Misschien je eerste keer sokken met colorwork. Ik heb ook een video hier op YouTube staan over hoe je er dan op kan letten dat je sokken niet te strak worden. Noem maar op, wat jij ook maar wil. Ik heb al een Revelry-bord aangemaakt met suggesties. Die link ik ook hieronder. Die zal ik de komende tijd, ook als ik sokken bij jullie voorbij zie komen, die zal ik aanvullen. Daar zal ik sokken bij zetten. Daar zitten dus top-down, toe-up sokken, gratis sokpatronen, betaalde sokpatronen, wat je ook maar wil. Die zitten daarin. Jij kiest dus wat jij gaat breien. En ik zag Jantine al van Vrolijk Haakmeisje. En die zei al onder mijn vorige vlog, nou, vorige jaar kreeg ik ze niet af. Maar nu heb ik een kindje op komst. Mag ik meedoen met babysokjes? Of ik wil meedoen met babysokjes? Ook helemaal prima. Wat jij maar wil. Dus zet lekker de sokken op die je wil. En doe mee aan de sokkengekte knitalong. Nou, hoe ding je nou mee naar... Hè, ik vind het toch wel leuk om daar een prijsje aan vast te zetten. Het gaat natuurlijk om je grootste prijs is dat jij dat paar sokken gaat breien. Of je eerste paar. Of dat paar waar je al heel lang tegenop ziet. Maar wat je toch eigenlijk stiekem wel heel graag wil. Daar gaat het om. Maar ik vind het toch wel leuk om daar dus wat prijzen voor weg te geven. Nou, daar hoor je in de volgende vlog meer over. Maar hoe je meedoet is simpelweg door als je op Instagram een foto plaatst waarin je je sokkengaren aan het uitzoeken bent. Het is wel, ik ga... Even nadenken, ja, vanaf 10 april. Dus op 10 april, vanaf 10 april kun je je foto's plaatsen van 10 april tot 22 mei. En als je, misschien maak je een foto van de garens die je hebt uitgekozen. Of het patroon, natuurlijk niet in beeld, maar wel de naam ervan. Wat dan ook, elke foto die je plaatst met de hashtag sokkengektecall, ik zet hem hier ook even in beeld. Je moet mij ook echt even taggen, dus @mirjammolenbeek.nl, want anders zie ik het niet. Mag in je stories, mag in je feed en ik maak een hoogtepunt aan. Op Instagram zie je altijd bovenaan hoogtepunten. Ik maak een hoogtepunt aan en daarin deel ik alles wat ik voorbij zie komen en waar ik getagd word van de sokkengektecall. Op die manier kunnen we elkaar ook motiveren. Je kunt ook inspiratie opdoen door te kijken wat anderen aan het breien zijn. En vanuit die hoogtepunten, ik geloof dat ik daar maximaal 100 foto's in kan plaatsen. Daar gingen we vorig jaar ver overheen. Dus als het eerste hoogtepunt vol is, dan maak ik gewoon een tweede hoogtepunt aan. En uiteindelijk zal ik dus na 22 mei de winnaars bekendmaken van eventuele prijzen. Nee, niet eventuele prijzen, van de prijzen die beschikbaar zijn gesteld. Dus zo simpel is het. Elkaar motiveren. Kijk ook lekker bij elkaar. Zoek af en toe op die hashtag sokkengektecall. Stimuleer elkaar, motiveer elkaar en laten we er iets heel gezelligs van maken. In de online breicampus zet ik uiteraard ook, dat doen we altijd als er een knitalong is, dan staat er een onderdeel in het breicafé waar jij ook, we hebben altijd een onderdeel waar je kan delen met welk patroon je aan de slag gaat, welke sokken enzovoort. En daarin zal ik ook, je hoeft daar niet, je sokken hoeven niet af te zijn. Het gaat me echt om het plezier en om de uitdaging. Ik wil niet dat als je... He, ik heb dat vorig jaar ook gehad. Ik kwam erachter dat de sokken die ik aan het breien was, daar werd ik gewoon helemaal niet blij van. Dat is ook een conclusie. Ik geloof dat ik iets aan het kabelen was en daar werd ik helemaal gek van. Dus dat mag ook, maar dan vind ik het niet leuk dat je dan niet meedoet of zo. Dus het hoeft allemaal niet af te zijn, maar in de breicampus kun je dus ook lekker kletsen, kun je elkaar ook motiveren. En uiteindelijk zal ik daar ook prijswinnaars uithalen. Dus ben je lid van de online breicampus, dan kun je en op Instagram en in het breicafé meedoen en maak je dus dubbele kansen op prijzen. Nou, wat ga ik verder nog doen? Ik ga de komende weken,
Je mag altijd je vragen instellen voor deze vlog via het Google Docs formulier hieronder. Je mag je vragen, je algemene breivragen, mag je gewoon in blijven sturen. Die ga ik tijdens de vlog blijven beantwoorden. Maar ik ga extra video's maken komende weken, mits er genoeg vragen komen natuurlijk. Maar ik ga extra video's maken met de vragen die binnenkomen. Dus als jij nu al een vraag hebt over het breien van sokken, laat hem dan achter op het Google Docs formulier en dan ga ik even kijken hoeveel vragen er binnenkomen en hoeveel extra video's ik daarvoor ga maken. Dus grijp je kans, laat je vragen achter. Dan, voor de campusleden geldt nog extra, eventjes kijken, daarin hebben we sowieso deze week, ik weet niet of je dit op tijd kijkt, maar op woensdagavond, 27 maart, hebben we een live waarin je ook even al je vragen terug kan stellen aan mij hierover. En op 25 april, op een donderdagochtend, gaan we daar ook live en kun je al je vragen aan mij stellen, je sokken laten zien. Gewoon gezellig samenbreien aan die sokken. Elkaar inspireren, motiveren. Als je niet kan op donderdag op 10 uur, dan kun je altijd je vragen even insturen. En kun je dat via de campus terugkijken. Dus als je mee wilt doen aan de sokkengekte knitalong. En je wil ook die extra gezelligheid en met elkaar die Zoom-sessies hebben. Word dan lid van de Breicampus. Je kunt dan lid worden voor 3 maanden. In principe loopt een abonnement altijd door. Maar bij wijze van spreken, als je nu lid wordt en je wilt het bij die 3 maanden houden, dan kun je ook gewoon vast over 2 weken weer opzeggen. En dan zorgen wij ervoor dat je abonnement niet verlengd wordt. Dus misschien de kans om een keer toch die campus uit te gaan proberen. Dan op woensdag 22 mei eindig ik hier met een vlog over hoe het allemaal eindigt en hoe ik de prijswinnaars bekend maak. Daarover later meer. Ik zit heel even te kijken of ik nog iets anders moet vertellen, maar ik denk dat dit voldoende is. Zo niet, mocht je nog een vraag hebben, dan als het gaat over het hoe en wat van een sokkengekte call, laat hem dan even onder deze video achter. Dan kan ik dat in de volgende vlog nog weer meenemen. Heb je gewoon echt een vraag over sokken breien, over wat dan ook, laat even achter via dat Google Docs formulier. Je vindt het hieronder, werkt allemaal heel makkelijk. En dan komen er ook nog extra video's aan over sokken breien. Ik hoop dat je meedoet. Ik hoop dat je er heel erg veel zin in hebt. Ik zal ook nog even een apart blog maken wat je binnenkort vindt op mirjammolenbeek.nl, zodat je even alle details daar nog op een rijtje vindt. Het zou super gezellig zijn als je meedoet en als je mensen kent die mee zou willen doen. Tag ze op Instagram, stuur ze even een berichtje. Let op, doe je ook mee. En laten we er vooral een hele gezellige 6 weken van maken, vol sokkengekte. Wat ik zei, ik kom dus terug op het patroon van Janneke Maat, omdat ik die ook op dat Revelry-bord, ik deel hem even hieronder over sokken breien, die patronen van haar heb ik daar ook toegevoegd. Ik sluit even af met 2 vragen, want ik heb een aantal vragen staan, maar er gaan er een paar ook over sokken breien. Dus die bewaar ik even voor die aparte sokken breivideo's. En ik ga nog even kort 2 andere vragen die ingestuurd zijn beantwoorden. Even kijken, de eerste vraag. Als een patroon van een trui op bijvoorbeeld naald 3 gebreid moet worden en je hebt garen voor bijvoorbeeld naald 5, moet je dan een maat kleiner nemen? Nee, ik denk dat ik hier in de vorige video's ook al wel wat over gezegd heb bij de vragen. Als je een patroon hebt dat op naald 3 gebreid moet worden, is het ontzettend belangrijk dat je kijkt naar de steekverhouding, oftewel de gauge die voor dat patroon nodig is. Daar ga je van uit. Ik heb een video hier staan op YouTube over het breien van een proeflapje. En ik heb ook een video over hoe zoek ik nou een soortgelijk garen uit een patroon. Dat zijn echt 2 video's waar je meer leert over dit soort dingen. Ik heb overigens ook, als je de beginnerscursus doet, dan en die staat ook in de online breicampus, leg ik ook echt alles uit wat je met de informatie op een wolband kan. Want juist dit soort dingen zijn inderdaad heel erg belangrijk om te weten als je leert breien. Bij elke tutorial in de campus leg ik ook weer uit. Dat is de gauge.
niche? Hoe zoek je daar dan een goed geschikt garen bij? Enzovoorts. Maar de startplekken zijn dus eventjes mijn video over het breien van een proeflapje. En hoe zoek ik een soortgelijk garen? Als je als er in een patroon een bepaald garen staat dat je in Nederland niet kan krijgen. Of je wil gewoon graag een ander garen gebruiken. Kijk dan zeker even die video's. De naald maakt namelijk niet zoveel uit. Het gaat echt om de steekverhouding. Dat truitje wat ik aan het breien ben bijvoorbeeld ook. In een patroon staat, ik geloof zelfs naald 3,75 dat je moet gebruiken. En ik heb naar aanleiding van het breien van de proeflapjes gebruik ik een naald 2,75. Garens ook. Je gaat altijd een garen zoeken geschikt voor dat patroon. Het werkt helaas niet zo simpel dat je dan kan zeggen, nou, ik wil dit truitje breien, maar ik heb een truitje met een veel kleinere gauge. Want waarschijnlijk zal het zo zijn dat in het patroon voor naald 3 zal de gauge ongeveer 20 steken, 22 steken op de breedte zijn, op 10 centimeter. En voor een naald 5 is dat, als er naald 5 op de bol staat, dan is het vaak 17 of 18. Dus daar zit een enorm verschil tussen. Je kunt dus niet zomaar zeggen, nou, ik pak dat dikkere garen en dan brei ik een maat groter. Dan kloppen de verhoudingen niet meer, de afstand van de arm tot daar enzovoorts. Dus ja, ik zou altijd, als je een bepaald patroon wil breien, dan ga je kijken, nou, welk garen heb ik daarbij nodig? En klopt dan ook nog eens met mijn proeflapje? En als je nou juist dikker garen hebt liggen waar je iets bij zoekt, ga dan op Ravelry. Ik heb hier ook een video staan over hoe werkt Ravelry. Daar laat ik ook zien hoe je kan zoeken op dikte. Dus stel jij hebt een bepaalde dikte voor naald 5. Dan zoek je dus op fingering weight of op in dit geval worsted weight. En dan kun je prima op Ravelry een patroon vinden dat past bij de dikte garen die je hebt. En ook nog even de hoeveelheid. Dus nee, het werkt niet zo simpel van, oh, ik heb een dikker garen. Weet je, een ontwerper kiest ook speciaal om bijvoorbeeld hier een vrij dun garen voor te gebruiken. Omdat dat met de soepelheid van het patroon te maken heeft. En een ontwerper die juist kiest voor een wat dikker garen, die adviseert dat dikkere garen, omdat dat goed bij dat patroon past. Dus er zijn heel veel redenen voor om dit niet te doen. Even kijken en dan de tweede vraag die ik nog wil beantwoorden is: hallo Mirjam, ik heb mijn eerste trui top-down gebreid, de flex sweater, met jouw tutorials uit de campus. Ik had het proeflapje gebreid, gewassen en de steekverhouding klopte. De trui paste heel goed en toch had ik hem in een half uurtje in een badje met Eucalan gezet, een wolwasmiddel. En met handdoek het vocht eruit gedrukt, gedaan zoals ik het adviseer ook. En nou is toch de trui te groot geworden en het is Fonti Tweed, geen Merino. Nou, dat geen Merino komt omdat ik in de campus ook altijd heel hard waarschuw, als je Merino gebruikt, let dan helemaal op dat dat altijd flink rekt na wassen en blokken. Je vraag is, had ik dit anders moeten doen en hoe kan ik dit volgende keer voorkomen? Ten eerste, als je lid bent van de online breicampus, stel alsjeblieft je vragen via het online breicafé of via de maandelijkse live daar. Want dan kan ik je gewoon veel sneller antwoorden. Dus dat is eventjes tip nummer 1. De vragen in de vlog, die beantwoord ik willekeurig. Of het past bij de vlog, of het hoort binnen een bepaald thema. En als je campuslid bent, dan hoef je natuurlijk helemaal niet lang te wachten. Dus dan kun je altijd op elk moment het breicafé gebruiken. En dan heb je binnen 2-3 werkdagen je antwoord. Maar natuurlijk wil ik hem even antwoorden. Het gaat wel, het borduurt voort op de vraag die ik al in de vorige vlog heb beantwoord. Vlog nummer 98. Daar ging het, was eigenlijk dezelfde vraag, maar dan met bamboegaren. En daar zei ik al, met wol zou mijn antwoord iets anders zijn. En dat is in jouw geval. Ten eerste, als je een proeflapje breidt voor een trui, maak een wat groter proeflapje dan dat per se nodig is. Laat die echt even goed nat worden en span die op en rek die uit en kijk een beetje hoe die opdroogt. Ook weer niet te ver hoor, want dat doe je met je gewassen trui ook niet.
Maar er zit vaak wat meer rek in op het moment dat je een trui breidt en wast, omdat het wat zwaarder en wat groter en wat steviger is. Dus zo'n proeflapje mag je iets meer opspannen dan dat je dat alleen plat laat drogen. Als jouw trui perfect past, meet even voordat je hem in een badje doet. En jij kunt nu met wol is echt enorm bouncy. Dus als die goed paste voordat je hem ging wassen, dan is er niks aan de hand. Was hem dan eventjes opnieuw. Dus laat hem weer even een kwartiertje in een sopje staan. Doe hetzelfde als wat je gedaan hebt. Maar meet even op voordat je hem gaat wassen. Of meet even op hoe je wil dat de verhoudingen zijn. Dus als de breedte 30 centimeter is, ik noem maar even wat hoor. Maar als de breedte 30 centimeter is, kijk, als zo'n trui uit zo'n sopje komt, die vol water en woeps, dan spreidt die lekker uit. Misschien wil je dat, want misschien viel de kleine trui wat te klein uit, dan helemaal prima. Maar wat je het beste kan doen is als die op je matje ligt om te gaan drogen, meet op. En als 30 centimeter moet zijn, ga hem dan een beetje zo in elkaar kneden, zodat hij op 30 centimeter komt. Geldt ook voor de lengte, geldt ook voor de mouwen. Dus soms wil je blokken en dan wil je het oprekken. Of dan wil je dat je collarwork lekker open gaat. Of dan... Maar soms wil je hem gewoon gewassen hebben en goed hebben en dat je steekjes mooi vallen. Maar moet hij zeker niet groter worden. En als je hem dan gewoon voep uit die handdoeken haalt en hop zo plat ergens gaat laten drogen. Ja, dan droogt hij op zoals je hem neerlegt. Wil je dat hij juist wat smaller wordt, leg hem dan ook wat smaller neer. Nou, ik heb daar in de vorige vlog ook wel meer over gezegd. Maar ik wilde je toch even nog dit antwoord geven, omdat het hier gaat over een wollen trui. Dus geen angst, gewoon even opnieuw wassen. Maar hem dan wel laten drogen in de verhoudingen waarin je hem wil hebben. Ik dank iedereen weer heel erg hartelijk voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je er weer veel aan gehad hebt. Laat de vragen voor de sokkengekte, als je een vraag hebt over het breien van sokken, vul ze even in op het Google Docs formuliertje onder deze video. Heb je genoten van deze video? Vergeet alsjeblieft niet even dat duimpje omhoog te doen. Laat even een leuke reactie achter. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Op die manier help je mij volledig gratis om mijn kanaal verder te laten groeien. En hoe meer dit kanaal groeit, hoe meer mensen ik kan bereiken om ze aan te steken met het breivirus. En hoe gezelliger de wereld erop gaat worden. Heel veel dank voor het kijken en ik zie je heel graag over 2 weken terug in vlog nummer 100. Woehoe! Hele fijne breidagen en vast een goede start van april. Doei doei!